Hallo allemaal, hartelijk welkom bij weer een video over de Ortor Lasermaster 2 15 watts versie. Ik heb al verschillende dingen laten zien, met name ook het lezen op verschillende materialen. Vandaag gaan we een poging doen om op canvas, geschilderd, zwart geschilderd canvas, om daarop een foto te lezen. Heel erg veel hangt af van de kwaliteit van de foto. Ik ben daar niet goed in, dus ik hoop dat het gaat lukken. Maar ik denk dat de foto het grootste risico van het gebeuren is. Ik heb simpelweg bij de Action wat canvasplaatjes gehaald voor thuisschilders en dat soort dingen meer. Dus, dit zijn niet van die canvasplaatjes waarbij het canvas gespannen is over een raster. Maar het is een plaatje waar het canvas echt over het plaatje gespannen is. 25 bij 25 mm. Ik heb hem eerst met een dubbele laag witte primer behandeld. Eén keer zo eroverheen overlappende lagen en dan één keer zo eroverheen overlappende lagen. En toen dat droog was, met glossy zwarte spuitverf. Dat was natuurlijk geen primer, gewone glanzende verf. En ook hetzelfde, eenmaal zo. En dat levert een zwarte plaat op. En op die zwarte plaat gaan we graveren. Ik ga hem aanzetten. We gaan kijken wat er gaat gebeuren. En ik zal je onderweg ook een stuk daarvan filmen. Tot zometeen. Daar. En dit is dan het eindresultaat. Ik realiseer mij dat ik een klein foutje gemaakt heb, wat ik niet in de video zichtbaar heb gemaakt, maar wat ik wel gemaakt heb. Normaal moet ik met de aluminiumcilinder de laser focussen. En dat heb ik in dit geval niet gedaan. Wat hiervoor gelezen was, waren lijsteenplaatjes en die zijn ietsjes hoger dan dat deze plaat is. Dat betekent dat de laser iets uit focus was. Desalniettemin kunnen we zeggen dat dit een geweldig resultaat is. Voor de eerste keer het laseren op een canvas. Ik ga gelijk nog een tweede doen, maar die ga ik je verder niet laten zien. Ik hoop dat je het leuk vond. Dit is laseren op canvas en je ziet dat dat gaat dus ook. En dit is dan het resultaat. Na afstoffen met een doek en voorzien van blanke lak. Mooi geworden, vind je ook niet?